Deze beschouwing, die gaat over reacties die ik heb gekregen naar aanleiding van mijn beschouwing over Marcel Messing. En dat is beschouwing nummer 185, 185. En die heet Het gelijk van Marcel Messing. En voor degene die die beschouwing niet hebben bekeken, die beschouwing is naar aanleiding van een vraag die ik kreeg van iemand die. zeg maar een fan is. Die vaak naar uh, mij, maar ook naar Jurk Liesman luistert. Lijkt me een aardig iemand. Is een Facebook vriendin van mij. En zij vroeg mij: van, wat vind je nou van die Marcel Messing? En. Ik heb daar gemengde gevoelens bij. En om een beetje beslagen in ijs te komen, heb ik uh, een recente lezing van hem opgezocht. Want het oudere materiaal, dat kende ik al wel. Maar ik vond, nou, nou kom, ik pak wat recentsen en kijk of ik daar wat van vind. En dat was een lezing die hij gaf bij de Technische Universiteit van Delft, waarin hij uh, het had over de eventuele, ja, dat heet transhumanisme, hè? dus dat ze een, een brug gaan maken tussen mens en een machine. En dan met name... In, op het denkmatige. Die lezing die heet... de cyborg... of cyborg... toekomst van de mensheid. En daar... Ja, daar heb ik grote moeite mee. Ik... En voor mij, om even bij het begin te beginnen, voor mij is spiritualiteit die niet gebaseerd is op de Bijbel, voor mij is die spiritualiteit mo modieus. Uh. Ja, daar, daar, daar heb ik het mee gezegd. Ook oppervlakkig daarmee. Ik, zal, ik ga nu niet uitweiden over wat ik dan gevonden heb in de Bijbel. Daar kan ik rustig een uur of twee uur, of nog wel langer, over uitweiden. Met hoe bijzonder dat boek is. Het is niet zomaar een boekie. En als je het gaat hebben over spiritualiteit, en dat doet Marcel Messing heel graag. En je laat de Bijbel. Nou, niet buiten beschouwing, want dat doet hij niet. Hij neemt de Bijbel ook mee. En dat is naar mijn inzicht niet terecht. Als je de andere religies neemt. noem eens wat: het Boeddhisme. Dat heeft het Dhammapada. Nou, de Bijbel aan de ene kant en de Dhammapada aan de andere kant. Ja, dat, dat is geen vergelijking tussen mogelijk. Dat zijn enorm verschillende kwaliteiten. Het huh? zou de vergelijking als tussen mijn woning met een toilet, en een douche, en een keuken, en een logeerkamer, en twee balkonnetjes, en beneden heb ik nog een box. En wat heb ik nog meer? Een gang. En ik heb internet. En ik heb uh, stromend water. Ik heb ook warm water. Ik heb een gaskachel. Ik heb. Ook nog twee elektrische kacheltjes. Nee, één. Ja. Als je dat, hè, die luxe. Als je dat wil gaan vergelijken met een bushalte. Ja, nou, een bushalte, dat uh, heeft ook een, uh, een dak. Net als de flat van Perry. Ja, maar een bushalte heeft geen internet. En ik wel. Sterker nog, ik heb hier een, uh, een router staan. Ik kan ook nog... In, uh, uh, nee, ik heb een router en ik heb een switch. Nee, ik heb zelfs twee switches. Ik kan hier makkelijk iets van uh, een hele internetparty houden hoor. Met iedereen zijn eigen laptop en dan allemaal kabeltjes meenemen. En dan klik, klak, klik, klak, klak. En daarbovenop, ik kan op mijn, uh, mijn router die ik heb in de kast. Dan kan ik zo vanaf uh, hier, vanaf mijn laptop, zet ik nou de wifi even aan. Dat zit allemaal niet in een bushokje, snap je? En zeg: Ja, maar ik vind dat een bushokje eigenlijk hetzelfde is, als een flat hoor. Het is een, uh, een plek waarin je kan verblijven. En, uh, ja, en, en jij zit ook maar in je woning, toch ook maar te wachten, en mensen bij een bushokje ook. Ik ken die manier van praten en ik haat het. En daarom vind ik dat je de Dhammapada van Boeddha niet in één adem moet noemen met zoiets als de Bijbel. Vind ik. En ik vind het uh, voor mij beledigend als iemand dat dus wel doet. Dat is voor mij een reden om tegen zo iemand te zeggen van nou, je houdt er mee op of ik ga naar huis. Serieus. Ik heb het een keer gehad dat ik bij iemand op bezoek was en die ging op een dermate manier spreken over de Bijbel en de inhoud daarvan. Tegen die persoon heb ik gezegd, nou, je moet, nou moet je ophouden, dit vind ik niet leuk meer. Dit vind ik grof beledigend. En die persoon dacht, van, oh, dat vind jij er wel, maar ik vind dat je dat moet kunnen zeggen. En die ging er gewoon mee door. Toen zei ik, oké, okay, nou is het afgelopen. Ik ben naar de koelkast gelopen, ik heb mijn fles Woska eruit uitgepakt die er nog stond, lekker koud te zijn. En ik heb mijn jas gepakt en uh, ik ben weggegaan. Ik bedoel, er zijn genoeg locaties waar ik mijn vodka op kan drinken. Hij was in de tijd ook nog dronken. Maar... Uh, Marcel Messing, die, die gooit het hele religieuze aspect van de mensheid. Zo, oeh, dat harkt hij over één kam. Want het is allemaal hetzelfde. Als je maar een beetje. Uh... Ja, wat eigenlijk? Iets met liefde of zo heeft hij het over? Nou, dat is maar een algemene ding wat ik dus heb tegen Marcel Messing. En het specifieke van mijn kritiek in die beschouwing 185, beschouwing 185, is dat Marcel Messing zich dan druk gaat maken over hoe wij uh, ons moeten voorbereiden op de, de cyborg- of cyborg-toekomst van de mensheid. En waar Marcel Messing dan van uitgaat, dat is dubbele punt, spatie, even pauze, absolute onzin. En als je uitgaat van absolute onzin, dan is alles wat je zegt absolute onzin. Of zoals de. De Latijnenaren, <laughs> dat bestaat helemaal niet dat woord, hè? maar in het Latijn, daarin zeg je ex falso, sequitur, quodlibet. Ja, ik ken ook een beetje Latijn. Ex falso, dat betekent uit het ongerijmde. En dan sequitur, dat betekent volgt. En dan kwot dat betekent van alles en nog wat. Kwot ja, is uh, wat, je, wat je maar, uh, ja, <laughs> uh, iets, wat en dan Libet heeft iets te maken met, zeg maar, wat je maar wil, van alles en nog wat. En dat heb ik erop tegen. En dat heb ik in die beschouwing netjes op een rijtje gezet. Ik zal het zo dadelijk nog even herhalen hoor. Wat, uh, waar mijn kritiek op neerkomt. Maar voordat ik dat ga doen, ik, ik heb een reactie gekregen van iemand en die heet uh, even wel een leuke naam. Rafaello Vraag maar. <laughs> En die schrijft interessant. Marcel is, zoals ik weet, oké okay hoor. Nou, dat kan. Het lijkt me ook wel een aardige man. Dat heb ik ook in mijn reactie gezegd. Op de, de reactie van Raffaello Fragmaro Dat denk ik ook wel, het zal een aardige man zijn. Ik heb niet uh, een bezwaar tegen Marcel Messing als mens. Ik heb bezwaar tegen de inhoud van de woorden die Marcel Messing uitspreekt. Ja. Marcel Messing is naar mijn idee dwalende. Ja. Maar goed heb ik nou een reactie gekregen. Die is gisteren binnengekomen om half twaalf s'avonds. En die is van Ricardo. En die luidt... Het bekritiseren van Marcel Messing door jou slaat kant nog wel. Ga je bezighouden met dingen waar je wel verstand van hebt. Daar heb ik... Ik was eerst... Uh, ik denk, krijgen we nou? Uh, punt 1. Je hoeft mij niet te vertellen wat ik moet gaan doen of wat ik moet laten. Dat bepaal ik even lekker zelf. Ik heb de YouTube Community Guidelines aan mijn broek gehad. En dat is voor mij genoeg. Dus inmiddels uh, zeg ik alleen nog maar hele serieuze dingen over mensen van het negro-wiede volk. En niet meer zo grappig. Dus uh, geen humor over negers. Die mensen hebben het al zo moeilijk. Ga je bezighouden met dingen waar je wel verstand van hebt? We kijken we nou? En daar heb ik op gereageerd. Met uh, uh, jij gelooft dus in AI? Ik niet. Onderbouw jouw geloof in AI. Dan hebben we een discussie. Kijk, that, that's me hè. Ik vind het helemaal niet erg dat ik het niet met me eens bent. Met me eens bent, maar geef dan aan waar uh, de frictie zit. Hè? En dan komt er een reactie van uh, Ricardo. Is ergens vanmorgen gekomen, om een uurtje of nee, vroeg in de ochtend, half tien, om oh, half negen vanmorgen. Ongeveer. Geloof betekent niet zeker weten. Voor mij is het geen geloof, maar zeker weten. Enigste wat ik erover kan zeggen is: blijf bij de natuur en gebruik technologie op een verantwoorde manier. Daar heb ik op gereageerd met: wat is je bewijs dat AI werkt? En dan komt zijn antwoord. Het gaat er niet om of het al werkt, maar hoe je ermee omgaat. En dan komt hij met een linkje en heel toevallig is dat het linkje wat ik juist had besproken. Nou, dat kon hij niet weten, maar... Nou, dat kon hij wel weten, maar... Dan had hij echt goed moeten luisteren en... Want ik heb het heus gezegd dat het ging om de cyborg toekomst van de mensheid. En dat het een lezing was bij het Studium Generale van de Universiteit van Delft. Ja, dat linkje van hem dus ook. Nou, en daar heb ik op gereageerd. Aha, je geeft toe dat het, tussen haakjes AI, nog niet werkt. Ik zeg dat het ook niet gaat werken omdat dat niet kan. En dus hoeven we ons ook niet af te vragen hoe je daarmee omgaat. En dat doet Marcel Messing wel en dat neem ik hem kwalijk. Groeten, Perry. En dan PS. Als jij komt met het bewijs dat AI wel gaat werken en dat je het daarom zeker weet, geef me je bewijs en overtuig me. Het bewijs dat het niet kan is onder andere opgesteld door G. Heimans in zijn Inleiding in de Metafysica. En dat boek heb ik hier in huis. Dat boek is geschreven ergens in 1910, dus iets meer dan 100 jaar geleden voordat er computers waren. Want het heeft namelijk niets te maken met computers. Dat het hele idee van de machinale mens er niet kan werken. Want een mens is geen machine. En dat is nu he, wat ik je beloofd had om het nog even voor jullie op een rijtje te zetten. He, artificiële intelligentie. AI, dat is dat transhumanisme, of de cyborgmens, of whatever. Hè? Dat kan niet, omdat computers niet kunnen denken. In een computer stop je input en dan leveren die dingen output. That's it. En ook is het zo dat als de status, de toestand van de computer hetzelfde is, dat die dan bij dezelfde input altijd dezelfde output geeft. En de toestand is bij een computer heel goed te bepalen: namelijk de toestand is de verzameling aan bits. In het geheugen dat de computer tot zijn beschikking staat. En de toestand van de input, uh, uh, apparaten. Zo'n dus toetsenbord, een muis. Dus je kan prima zeggen of een computer in dezelfde toestand is. En je kan ook zeggen dat. Een bepaald programma, alhoewel de computer inmiddels andere programma's in het werkgeheugen heeft geladen, dat dat betreffende programma toch dezelfde output blijft geven, omdat die computer opgedeeld is in meerdere processen en dat het programma draait in een eigen proces. En dat het operating system garandeert. Dat het ene proces het andere proces niet kan beïnvloeden. Dus ook al is dan de totaliteit van de computer in een andere toestand gekomen, voor het programma is het net alsof de computer in dezelfde toestand is. En is, dezelfde toestand, is de, toestand, de toestand van de computer hetzelfde, is de input hetzelfde en is de output hetzelfde. Punt. Nou, en dat hele geintje, dat gaat niet op bij een mens, want een mens heeft namelijk niet een toestand. De toestand van de mens is niet te bepalen. Dus je kan niet zeggen dat een mens bij gelijke toestand, bij gelijke input, dezelfde output geeft. Het is onmogelijk. Als een, als een mens iets, iets doet, dan met dat die mens dat doet, leert die mens. Dus ik ben momenteel bezig met een cursus Hebreeus op Duolingo. En dat is niets meer dan dat ik moet oefenen in Hebreeuws. En dan doe ik oefeningetjes. En met dat ik aan het oefenen ben, uh, weet ik nu al een heel, nou ja, ik weet niet veel, maar niet veel, maar uh, nou ja. Dat kan ik ook alweer zeggen. Uh, ik eet een appel. Annie or geld tapoeg. Ja, mijn uitspraak, daar moeten we nog aan werken, maar... Ja. Ik wil een appel aan die rotsaat tapoeg. Heet Ah Maar goed, maakt niet uit. Maar mijn computer, die heeft toch echt met mij meegeoefend. Maar die heeft er nog helemaal geen biet van begrijpen. Bij een computer werkt dat niet zo. Je kan uh, op een computer. Ik heb momenteel open office lopen. Maar stel uh, open office. Uh, uh, er komt een update of zo. En dan gaat die helemaal kapot. En dan kan ik het niet meer gebruiken. Dan kan ik niet tegen mijn computer zeggen: van, Nou, ik wil, uh, kan je niet even net zo doen. als dat we al heel vaak gedaan hebben met open office. Dat ik dan even wat type, type, type. En jij dan iets van een spreadsheet? Je hebt het nou al zo vaak gedaan? Nee, dat kan een computer helemaal niet. En was een computer een mens, dan wel. Als een mens een instructieboekje heeft, want meer is het niet. Een programma is een serie instructies voor een computer. Doe dit, doe dat, doe zus, doe zo. Nou, als je een mens dat heel vaak laat doen, en op een dag is dat boekje er niet, dan heeft een mens dat zo vaak gedaan dat hij het uit zijn hoofd ook al kan. En dan kan je makkelijk het instructieboekje kwijt zijn. En dan zal die mensen misschien niet eens helemaal meer zo goed kunnen, maar wel ongeveer. En omdat een mens kan nadenken. En het bewijs dat denken niet kan volgen uit een stelsel van regels. Dat heeft Gerard Heijmans. Aangetoond. In zijn boekje. Inleiding in de Metafysica. Een schattig boekje. Het is, helemaal, het is maar 130 pagina's. En dat Gerard Heijmans dat heeft opgesteld. Hij is niet de enige. Martin Heidegger, die kan er ook wat van. Ik heb het met hem dan niet zo direct. Uh, schiet me niks te binnen. Dat. Hij daarmee komt, maar. ga er maar vanuit dat Martin Heidegger. aan de kant van Gerard Heijmans staat. En ga er maar vanuit dat. Artius Schopenhauer. ja, die was toen al lang dood. maar, maar stel dat hij geleefd zou hebben. dat hij het helemaal eens zou zijn geweest. met de inhoud van het boekje. Inleiding in de Metafysica van uh, Gerard Heimans. en kant ook. Tuurlijk. En dan de, de, de reactie van deze mensen. Dat die dan, dan komt hij als eerste met het, het bekritiseren van Marcel Messing door jou slaat kant nog wal. Dat is zo'n algemene kritiek. Wat moet ik dan nou mee? Los van het feit dat het niet is. slaat kant nog wal. Want het is ofwel. raakt kant nog wal. Of je zegt slaat als een tang op een varken. Het ja, is één van beide. Maar hij heeft dus twee gezegden in één gemaakt. Slaat kan het nog wel. En dan staat er ga je bezighouden met dingen waar je wel verstand van hebt. Dus hij pretendeert dat ik geen verstand heb van de onmogelijkheid van artificiële intelligentie. Maar die heb ik wel. Want ik had het boekje Inleiding in de Metafysica. van uh, Gerard Heijmans. daar heb ik hier in de kast staan. Dat heb ik gelezen. Hoezo heb ik daar geen verstand van? En hoezo wist ik dat niet uit mezelf al? Want voor mij is het al heel. Voor mij is het al sinds dat ik heb leren uh, programmeren. weet ik dat AI helemaal niet kan. En een computer is niets meer dan een rekenmachine. En weliswaar kan je er instructies in zetten, dus je kan er een programmaatje in stoppen. Dat is allemaal hartstikke leuk. En ik vind het hartstikke leuk om te programmeren. En dit is voor mij een soort uh, macrame. Je hebt uh, schaakprogramma's, zoals Stockfish en AlphaZero. En je kan zeggen. Uh, dat. Uh, Stockfish. met betere zetten komt dan ik. Altijd. Dan spreek je een waar woord. Maar je kan niet zeggen. dat uh, Stockfish of AlphaZero. beter kan schaken dan ik. Bij die website waar ik bij schaak. Daarin wordt, worden mensen gesnapt die Stockfish of AlphaZero of een andere schaakmachine gebruiken om potjes te winnen. Die mensen worden gespot, omdat ze komen met machinale zetten. En als een mens aan de schaken is, dan zit daar een verhaal in. Een, ja, uh, dat is dan typisch een set die Michael Tal zou doen. Terwijl het, dat het dan gaat om een hedendaagse schaker. En dan wordt er gezegd: van, kijk, dit is een set in de stijl van Michael Tal. Ja, bij mensen komt dat voor. Ik was ook aan het schaken met uh, mijn schaakvriendin uh, van 13 uit uh, Uttar Pradesh. Dat ligt in India, in het noorden. En uh, zij maakte een. Uh, hoe noem je dat? Een, uh, een Allekain. Of Alleghen. Een Alleghen kanon. <laughs> dus ik uh, tegen haar in de chat, die waren nog Tsjechisch. Ik zei: Het, is, het kanon van Alleghen. En zij dan: uh, Ja in. dat is mijn hero. Stofman. En Stockfish en AlphaZero kunnen prima gebruikt worden om uh, spelletjes uh, partijen te analyseren en te kijken waar iets misgegaan is en. Maar die, die programma's kunnen niet schaken. De, de programma's komen ook met zetten die door de... Wat was het nou laatste? Er is iemand in die... Uh, die komt uit Kroatië of zo. En die bespreekt dan allemaal schaakpartijen. En analyseert ze dan ook. En had hij er laatste eentje van, nou, um, er is in deze stelling een winnende set voor wit. En probeer hem eens te vinden. En dan moedigt hij mensen aan om uh, nou, dat ding op pauze te zetten en te gaan nadenken over wat de winnende set is. En dan zei hij er al bij die ene keer waar ik het over heb. Hè, die zei van, ja, je kan die set echt niet vinden. Dat is het enige wat ik tegen je kan zeggen. Maar je vindt hem niet. Dat, dat is onmogelijk dat je die vindt, ja, dan gaat hij verder en dan laat hij die set zien. Ja, die had ik inderdaad ook helemaal niet gezien. En hij zei: Ja, dat, dat ziet een mens niet. Een mens komt niet op deze set. Een machine wel. That's it. Dus de mens verliest wel van een machine. En de machine weet dus wel de betere setten te vinden. Maar een machine kan niet schaken. Er zit geen muziek in. Dat is helemaal niet leuk om tegen een machine te schaken. Dat doet, uh, wie doet dat? Uh, Mag nou, in ieder geval, maar die mensen doen dat. Uh, Magnus Carlsen, die heeft gezegd dat hij, hij doet dan uh, oefenen tegen de computer. En hij oefent tegen Alpha Zero. Oh. En hij schaakt. Uh, tegen Vijwanathan uh, uh, Anand, of zo. Zeg maar, uh, ja. Of uh, die andere vent. Dat is een hele leuke vent. Uh, nee, die ook weer uh, Chucky. Uh, Vasili Ivanchuk. Ja, dat zijn schakers. Dat zijn mensen. Mensen schaken. Maar computers niet. Dat is het hele ding. En dan kan meneer Ricardo zeggen: van het, het gaat er niet om of het al werkt, maar hoe je ermee omgaat. Ja, dat is een drogredenering van hier tot Tokio. Want als het niet werkt, dan hoef je ook niet te weten hoe het mee omgaat. Dat zeg ik in mijn antwoord. En Marcel Messing heeft zich schuldig gemaakt aan. Maar ik noem dat populisme, want iedereen heeft het er zo over van ja, de, de, de computers dit en de computers dat en oh. en dan gaan er mensen naar kijken en dat, nou, daar, daar heb ik geen respect voor. Ik vind het een grote vergissing die Marcel Messing heeft gemaakt. Ja, dat is waar dan meneer Ricardo van mij zegt van ga je bezighouden met dingen waar je wel verstand van hebt. Nou, en ik zeg dat ik verstand heb van computers. Ik heb verstand van het feit dat er geen AI is. Ik weet ook dat het helemaal niet kan en dat het bewezen is door uh, Gerard Heijmans... En het bewijs, dat kan ik je nou niet oplepelen... maar dat begreep ik destijds wel helemaal. <laughs> dat is ook alweer een paar jaar terug en het is best ingewikkeld. Of, het is niet echt ingewikkeld, maar... Uh, er, er komt nogal even wat bij kijken. Je zat wel even goed in je kop te krabben, omdat het... Uh, het, is een, een, het is metafysica wat Gerard Heijmans uh, uh, doet en dan als object heeft hij wiskunde. Dus metafysica kan je als... Mm, als techniek, laat ik het zo maar zeggen... als techniek kan je het loslaten op van alles. En hij laat het dan los op, de, op wiskundige modellering. Dat is bijna een dubbelspraak, maar op modellering. Uh, hij bewijst dat er geen model is op te stellen voor dat wat wij denken noemen. Nou, als je geen model hebt, dan kan een programmeur het niet programmeren, hè? Nou, en als een programmeur het niet kan programmeren omdat er geen model is, ja, dan kan een user het niet uh, opstarten, want dan heb je geen programma. Nou, dat weet ik. Maar Marcel Messing heeft daar geen verstand van. En hij gaat er wel over spreken. Nou, ja, dat, dat vind ik niet oké. Okay. En dan was ik even op het kanaal van Marcel Messing. En toen zakte me echt een klein beetje toch echt wel de broek af. Want op zijn kanaal, dat kanaal heet M. Messing, daar staat een interview met David Ike. En David Icke is een charlatan. Ik heb hem al een keer met de grond gelijk gemaakt. En vreemd genoeg kwamen daar weinig views op. Misschien vinden mensen het ook wel niet interessant dat je iemand zo afzabelt. Maar David Icke is dan ook zo iemand. Net als Marcel Messing in die zin. Dat die het over het spirituele heeft alsof dat allemaal één grote pot nat is en niet stilstaat bij de uniekheid ja, dat is geen mooi woord, hè? maar bij het unieke van de Bijbel gewoon niet En dat vind ik irritant. Aan David Icke. En David Icke komt dan met zijn eigen uh, verhaal: van ja, en het gaat om uh, meer dimensies dan drie. Maar dan ben je mij al kwijt, hè? Want ik kan me dat niet voorstellen. Dat je meer dan drie dimensies hebt. En als jij nu begint van ja, maar tijd is de vierde dimensie. Nou, dat kan ik me al helemaal niet voorstellen. Word ik ook doodziek van, van dat soort mensen. Want de tijd is niet een vierde dimensie. Want in een dimensie kan je vooruit en achteruit. En als mensen gaan zeggen ja, maar je kan in de tijd ook achteruit horen. Nee, dat kan helemaal niet. Dat is nog nooit gebeurd. Ja, maar ik heb die film gezien, die heet Back to the Future. En dan kan het dus wel. En ik heb toch wel het idee van ja, dat ze dat dan maken hè? in Hollywood of filmen. Ja, dan denk ik toch uh, waarom. Hè? En uh, ja, waarom rook is dus vuur. Dus uh, ja Perry, jij kan wel zeggen dat ik niet kan. Maar ik heb die film uh, uh, Back uh, to, the, to the Future heb ik gezien. En uh, ja, dat, uh, ja, dat zei me wel wat, moet ik zeggen hoor. Dat zei me wel wat. Ja. Wat het mij zegt is dat jij niet kan nadenken. Maar meneer David Eyck bedoelt ook niet de tijd als vierde dimensie. Nee, hij heeft het daadwerkelijk over een vierde dimensie. En dat kunnen wij ons niet voorstellen. En de reden dat wij ons dat niet voor kunnen stellen, is omdat het ook helemaal niet is. <laughs> Simpel. Ja, maar hoe zit het dan met Einstein? En die heeft toch zo'n ruimte ja. ja, natuurlijk. We sleuren er gewoon van alles bij. Dan trekken we nog een, uh, een naam van de plank af. Die dus ja, Kijk, omdat het even wat Einstein doet... is best opmerkelijk, hoor, dat... In zijn speciale relativiteitstheorie. Dan gaat hij ervan uit dat twee waarnemers iets waarnemen op hetzelfde moment. Er, er, er is iets en dat gebeurt op één bepaald moment. Maar nadat het gebeurd is, wordt het door verschillende mensen op verschillende momenten. Als het door verschillende mensen op verschillende momenten wordt waargenomen. Dan zijn die twee mensen op de tijdas of zo. Uh, zitten ze anders in de tijd? Zo so is. Iets is op hetzelfde moment als een waarnemer vindt dat het op hetzelfde moment heeft plaatsgevonden. Dat neemt hij ergens aan, Einstein. Dat is zijn speciale relativiteitstheorie. Zijn algemene relativiteitstheorie, daarin zegt hij dat zwaartekracht gelijk staat aan een afremming. Dus wij hier op aarde, wij vallen uh, oneindig omlaag. En in het omlaagvallen worden wij afgeremd door de aarde. En dat geeft die zwaartekracht. Het is echt het is heel gek wat Einstein allemaal doet. Bij mijn weten heeft het ook, dat hele gedoe van Albert Einstein, niks opgeleverd voor de mensheid dan een hoop verbazing en nogal rare filmpjes. Zoals Space Odyssey 2001 van Stanley Kubrick. Ja, van die films, die heb je dan gezien en dan denk je in de afloop... Goh, wat heb ik eigenlijk gezien? Door, dat, dat, door mensen zoals David Icke en Marcel Messing en... Stanley Kubrick met zijn film Space Odyssey, Odyssey 2001. Mensen raken helemaal van streek. Want Space Odyssey 2001, dat is niets meer als uh, een vage, ingewikkelde film met her en der wel een stukje humor. En het gaat uiteindelijk om, uh, ja, een soort, er zijn geen kubussen, maar noem eens iets, uh, een balk of zoveel. Een wiskundige vorm. Ik weet niet eens hoe dat heet. Een soort menheer of zo. Waar Asterix en Obelix mee liepen te sjouwen. Maar dan uh, rechthoekig. En dan zwart uitgevoerd. En daar gaat de hele film over. Yo, die humor-dingen zijn wel leuk. Die computer die. Uh... Oh ja, artificiële intelligentie zit er ook in. Die computer die kan dan plotseling nadenken. Hahaha. Ah, ah, ah. Nee, joh. Nee, mensen laten zich van alles op de mouw spelden. En onderwijl is er van alles gaande waar ze zich misschien druk over zouden moeten maken. Misschien, zeg ik dan ook, ik weet ook niet zeker. Misschien moeten wij ons weer helemaal niet druk maken over helemaal niks. Niet. Misschien is dat wel de beste remedie voor ons geluk. Want er is, denk ik, eigenlijk uh, ja, weinig aan de hand. Er zijn mensen en die verpesten hun eigen leven. Kijk, dat is clear and present danger, zoals de Fransen zeggen. Dat is een duidelijk aanwijsbaar gevaar. Mensen die hun eigen leven om zeep helpen: met stomme dingen te doen. Vreemd gaan, iets begeren wat van een ander is, liegen tegen je buurman. Of Marcel Messingen een hele goede fan vinden. Marcel Messingen zou wel een aardige man zijn. maar hij heeft geen verstand van artificiële intelligentie. want hij denkt dat het daadwerkelijk is. En als je wel verstand hebt van de artificiële intelligentie. dan weet je wat men probeert je wijs te maken. en dan moet je daar gelijk om lachen. Want je hebt het boekje gelezen van Gerard Heijmans. Inleiding in de metafysica. En je weet dat ervaring, nadenken en dergelijke, dat valt niet te modelleren. Dus ook niet te programmeren. Klaar. Huh? En op zijn hamburgs zag ik tjus en dag weldenkende niets artificieel intelligente wezens.